Welkom in mijn nieuwe tuin. Ja, ik heb er zo hard naar uitgekeken om jullie hier te kunnen welkom heten. Want het afgelopen jaar heb ik eigenlijk niet zoveel kunnen tuinieren. En eerlijk gezegd, dat vond ik maar niets. Ik ben iemand die moet kunnen tuinieren om zich goed te voelen. Dus dacht ik, we gaan daar dit jaar verandering in brengen en de tuin helemaal heraanleggen om te kunnen genieten van elk vrij momentje. En ik wil vooral laten zien dat ook een kleine tuin echt een prachtige plek kan worden. Want in mijn eigen tuin, die eigenlijk vrij smal is, sta ik dus ook voor een aantal uitdagingen. En die wil ik met jullie gaan delen het komende seizoen. Klaar voor? Welkom bij de allereerste aflevering van Kleine Tuin, Groot Geluk. Ja, de tuin is best wel veel veranderd sinds het laatste keer dat jullie hem gezien hebben. Dat moet ik eerlijk toegeven. Want we hebben sindsdien dus alles met de grond gelijk gemaakt. We hebben alles gerooid, we hebben alles uitgebroken om op een wit, nieuw doek te kunnen beginnen. Zo werk ik eigenlijk het liefst. Ik zou het heel fijn vinden moesten hier bestaande elementen geweest zijn die ik kon gebruiken. Maar ik dacht, kijk, dit is mijn tuin. Ik wil hier mijn stempel opdrukken. Dus we beginnen helemaal opnieuw. Het is een kleine tuin. Is wel 30, 35 meter diep, dat moet ik bekennen. Dus dat valt heel goed mee, ik heb geen klagen. Maar is wel maar 4,5 meter breed. En dat is toch wel vrij smal. Het is een echte typische stadstuin wat dat betreft, omdat we allemaal een beetje op elkaar zitten gepakt hier. En ik wil hem dus groter laten lijken. En dat is net de uitdaging die ik het komende seizoen heb en die ik met jullie wil delen. Want ja, het is soms veel moeilijker om een kleine tuin groter te laten lijken dan aan de slag te gaan met een grote tuin. Als je een grotere oppervlakte hebt, dan kan je heel makkelijk bepaalde stukken gaan indelen. Of enfin, heel makkelijk, dat is misschien te kort door de bocht. Maar als je een kleine tuin hebt, dan moet je echt ervoor gaan zorgen dat die oppervlakte visueel nog groter toont. En ja, die uitdagingen heb ik dus. Ik vind het ongelooflijk spannend, maar ik denk dat dat helemaal goed komt. Ja, en als je eenmaal aan het graven bent, neem het van mij aan, dan blijf je putten maken en vind je ongelooflijk veel oude schatten, om het zo maar te zeggen. Ik heb al oude emmers gevonden. Ik heb al echt van alles en nog oude bloembakken, oude tegeltjes. Echt, ze hebben hier volgens mij een heel huis in de grond gestopt. Maar dat heb je natuurlijk wel vaker. En wat dan goed is om te doen, is om alles goed te zeven, alles goed eruit te halen en toch wel met een goede basis te kunnen beginnen. Dat is heel erg belangrijk. En wat ik ook nog met jullie wil delen, is dat dit jaar en deze tuin echt wel een combinatie wordt tussen siertuin en moestuin. In vorige tuinen die ik had, heb ik altijd zo wat de moestuin voorop laten gaan. En vind ik ook prima, vind ik heel leuk. Maar ik wil die hier echt kunnen combineren ook met bloemen en planten en dan een stukje moestuin. Dus het wordt eerder een soort van traditionele tuin. In die zin dat we eerst een soort van bloementuin hebben en dan een moestuin. Maar ik ga ervoor zorgen dat die losse eindjes met elkaar verbonden worden en dat de tuin één mooi geheel wordt. Ja, en met dit ben ik echt super blij. Ik zou de kast bijna kunnen knuffelen, zo blij ben ik. Want ik vind het echt een hele mooie ruimte geworden. Een soort van eyecatcher in de tuin. Want heel veel mensen zeiden tegen mij, toen ik de plannen zo'n beetje uit de doeken aan het doen was, zeiden tegen mij, Angelo, waarom ga je in godsnaam zo'n grote kast, zo'n groot gevaarte in een kleine stadstuin gaan neerploffen? Maar ik ben tot op de dag van vandaag nog zo blij dat ik mijn eigen visie, mijn eigen idee heb gevolgd daarin, want ik wilde dat altijd al. Ik wilde een grote leefserre waar het heel fijn zitten is, waar je de seizoenen kunt verlengen, maar waar je ook optimaal kunt genieten van die seizoenen. En met zo'n kas lukt dat perfect. Het is een soort, ja, het is een leefserre, het is een orangerie, hoe je het ook wil noemen. Ik ga in potten kweken, ik heb hier nog twee plantvakken in de kast, dus ik kan daar ook wel in volle grond in planten. En eenmaal alles afgewerkt is, dat alle planten op hun plek staan en dat alles aangekleed is, denk ik dat die nog mooier zal worden. Waar ik wel waar iedereen wel een punt in heeft, is dat het natuurlijk ook wel een grote kas is. Het is 18 vierkante meter, maar dat maakt het net zo leuk, dat het echt iets robuust is. Anderzijds is een kas natuurlijk transparant. Hè. Het is glas, dus je kijkt daar ook meteen door. Moest dit een bijgebouw geweest zijn, of een garage of een tuinhuis van 18 vierkante meter, dan zou dat wel heel, heel ja, blokkerig zijn en heel erg zwaar aanvoelen. In dit geval heb ik dat gevoel
gevoel minder en wordt het gewoon een heel leuk onderdeel van de tuin. Er staan stoeltjes, tafeltjes in, een leuke bank. Het wordt echt leuk om hier te zitten, te eten, te werken misschien ook. Volop te kunnen genieten van die seizoenen. Want zelfs nu, het is nog best vroeg op het jaar, maar we hebben al zo mooie dagen gehad. En dan is het hier zo leuk om te zitten. Ik ga jullie even meenemen naar binnen en daar zo wat laten zien wat ik precies van plan ben. Ik heb in de kas ook gekozen voor een tegelvloer, omdat ik dat net iets huiselijker vind of zo. Dat ziet er toch meteen ook heel anders uit en het wordt een soort van verlengde van het terras waar je ook heel gezellig kunt zitten. En waar ik ook bewust voor heb gekozen, dat is die dubbele schuifdeur. Dat vind ik fantastisch, want je zorgt ervoor, hoe smal de tuin ook is, dat je een soort van extra breedte aan de tuin gaat toevoegen. Heel vreemd hoe dat werkt, maar dat werkt ook echt wel. Plus, in de zomer creëer je een soort van tocht, een goede luchtcirculatie, waardoor de temperatuur ook zakt. En wat ook uiteindelijk beter is voor de planten die erin groeien. Dus heel erg blij mee met dit. En de dakvensters, ik heb er zo'n 4, die gaan automatisch open. Dus als ik een keer niet thuis ben, dan gaat dat automatisch. En dan regelt de kas het voor mij. Makkelijk, hè? Zo, de allereerste aflevering van Kleine Tuin, Groot Geluk zit er alweer op, helaas. Maar ik heb goed nieuws, want in de volgende aflevering ben ik er natuurlijk weer terug en heb ik het over zelf een tuinplan maken. Wordt heel erg leuk, zeker kijken. Wil je meer informatie? Ga dan trouwens naar angelodornie.be. Wil je meer afleveringen bekijken? Dan kan je ook nog altijd terecht op tv.angelodornie.be. Zeker abonneren, het is gratis en je blijft altijd op de hoogte. Tot de volgende. Bedankt voor het kijken.